Welkom bij aflevering 62 van Moordzaken de podcast. We zitten weer aan de keukentafel bij mij en vandaag gaan we het hebben over het AmHummer horror pension. Wat een titel! Nou, ja, voorspelt niet veel goeds. Nee, en we gaan terug naar 1997. Ja, ik denk een kleine teaser, want het is een uitgebreid verhaal. Het is kerstavond 1997 als twee mannen zich melden bij de politie in Noord-Friesland. En zij vertellen dat er in het plaatsje Anjem een lichaam in een voortuin ligt. Nou, naast een gegraven gat vindt de recherche inderdaad een lijk. En bij een naastgelegen terrein treffen ze op aanwijzen nog een tweede lichaam aan. Ja, het is niet alleen een omvangrijk verhaal, maar het is ook best wel een ingewikkeld verhaal. En we hebben ons er flink in verdiept. We hebben er heel veel tijd in zitten uh, samen. Ja. We hebben onder andere uh, gelezen een recent uitgebracht boek, De Heks van Anjem, van uh, Margriet Brandsma. Ze is uh, ook uh, journalist. Ze is een Duitsland-correspondent, ja. En ja, journalist. Ja, ze heeft onderzoek gedaan naar die pensioenmoorden uh, en specifiek naar Marjan van der E. Het is een aanrader. Zeker. En het andere document wat wij gelezen hebben, is van project Gereden Twijfel. Daar komen we zeker nog even op terug, moord in Anjum. En dat zijn de studenten die onder leiding van onder andere Peter van Koppen en meneer Krombach onderzoek doen naar zaken waarbij sprake is van twijfel. En nu is het natuurlijk de vraag: hebben wij die twijfel ook nog steeds? Maar daar komen we jullie wel achter. Ja, het nieuws van 1997. Uh, nou, we kunnen het allemaal nog herinneren dat Bill Clinton op de Amerikaanse televisie ontkent dat hij een uh, sexual relationship had met stagiaire Monica Lewinsky. Ja, en omdat we het al eerder over 1997 hebben gehad, zal ik maar niet zeggen dat Google opgericht werd en dat lady Di verongelukte. Maar het was ook het jaar waarin de Toyota Prius het levenslicht zag. De eerste hybride auto. Nu vinden we dat heel normaal. Ja, uh, en het rookverbod. Vanaf 1 januari 1998 uh, voert de staat Californië een rookverbod in voor alle bars en restaurants. Zijn we ondertussen aan gewend geraakt. Ja, zij waren er wel vroeg bij. Ja. En dan de sport. Um, ja, het jaar begon met iets bijzonders, maar al eerder gemeld, dat was de laatste Elfstedentocht. Maar er was nog meer schaatsnieuws dat ja, jaar. Ja, Johnny Romme die, uh, die verbeterde het wereldrecord op de vijf kilometer. En er waren heel veel records uh, dat jaar. En dat kwam namelijk door de invoering van de klapschaats. Dan, uh, ja, de trivia, daar ben je altijd goed in, Carrie. Ja, nog even over de bokswedstrijd. Dat wil ik ook nog even. In Las Vegas. Mike Tyson die bijt daar het rechterhoor af van zijn tegenstander. Ja, dat zijn beelden die ik ook nog wel op het vizier ja, heb. Ja, nou, dat was ook wel echt een dingetje. En uh, de trivia, nou, in 97 uh, was iedereen, nou, niet iedereen, denken wij niet, maar veel mensen waren aan het Montignacken. Nou, dat zou niet slecht voor mij geweest zijn. Nee, kun je dat nog herinneren, voor de nee. mensen die het niet kennen? Ja, boeken vol werden daarover geschreven, over hoe je dat moest aanpakken, toch? speciale diët, ja, van Michel Montignac. Ja, ja en het was uh, 1997, het jaar waarin het eerste Harry Potter boek uh, uitkwam. Harry Potter en de Steen der Wijzen. Ja, en dan komen we direct natuurlijk bij onze vrienden terecht van Storytel. Want daar kan je dat boek luisteren. En nog meer verhalen, namelijk 350.000 verhalen, zijn er te beluisteren op Storytel. Ook bijvoorbeeld de Heks van Anjum, die wij gelezen hebben voor deze zaak. Van Margriet Bransma, ja. En de aanbieding is ook nog steeds in de lucht. Dat betekent 30 dagen gratis als je naar ons eigen stukje op Storytel gaat. Dat vind je op story.tel/slash moordzaken. Ik heb ook in de show notes nog even een linkje bijgesloten. Nog steeds een aanrader. Ja, en behalve de boeken, het weer, 23 december. Nou, het was een gemiddelde, vrijwel geheel bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 10 graden. En er viel in Anjum later op de dag regen. Dat uh, weten we uit het verhaal. Precies. En de muziek, en dan ga ik even naar de zomer, want dit verhaal speelt zich zowel in de zomer van 1997 af als in de winter. Maar het was Hero, en dat is Anthony Kamerling, die nummer 1 stond in de top 40 met het nummer toen ik je zag. Ik wil, ik zou, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag, ik ben veranderd. En even voor de kenners, dat is natuurlijk de titelsong van de film All Stars. Heb ik ook gezien. Vond ik ja. echt een goede film. In 1997 dus. Ja, het is kerstavond 24 december 1997. En veel families zullen deze avond uh, lekker voor de haard zitten. Niet in Noord-Friesland, want daar melden zich op kerstavond twee mannen op het politiebureau in Dokkum. Nou, ze hebben een heel opzienbarend verhaal, want wat vertellen ze die agenten? In de tuin van een pension in het Fries Angien ligt een lichaam. En het zou dan gaan om de 26-jarige Laude Jong. Nou, er zijn agenten die, uh, die ondervragen deze twee mannen die binnenkomen. En nadat de, de twee tipgevers op het bureau, dat zijn Ernst en Jaap, een uh, kop koffie krijgen aangeboden... zegt Jaap, uh, de politie die zal bij het zoeken in die tuin in Anjum nog een lijk vinden. En dat tweede lichaam, dat ligt er volgens hem al een half jaar. Ze zouden maar eens even een kijkje moeten nemen. En? Ze weten trouwens ook wie de dader is. Dat is de 52-jarige pensioenhoudster Marjan van der E. Nou, de recherche doet na deze opmerkelijke tip... op die late avond van 24 december een inval bij dit pension van Marjan. En toevallig, eh, alhoewel het toeval bestaat niet... was de politie hier een week ervoor ook al geweest. Bij hetzelfde pension in Anjem. Want op 17 december hadden ze daar een heuse wietplantage opgedoekt Op de zolder van een schuur op Marjans terrein... En nu vinden ze dus twee lichamen op datzelfde terrein. En zoals jullie weten vertellen wij nooit iets voor niks. Dus belangrijke details. Maar om te beginnen, eerst eens even kijken hoe zou het daaruit hebben gezien, het pension. En Anjum, waar ligt dat precies? Nou, dat is een dorp in de gemeente Noordoost-Friesland. Hebben we natuurlijk over de provincie Friesland. En dan heb je het echt helemaal over het topje, niet ver van de Waddenzee. En ook het Lauwersmeer is dichtbij. Het dorpje zelf is overigens een klein dorpje met uh, 1100 inwoners. Niet al te groot dus. En later in het verhaal komt ook het plaatsje Moddergat nog voor. Dat ligt daar vijf kilometer vandaan. En uh, ik kwam erachter, uh, Carrie, dat Moddergat in de finale van een NCRW-programma. Dat was in 2004. De mooiste plek van Nederland werd Moddergat tweede. Ja. Nou, dat moet dus wel een mooi plaatsje zijn. Je hebt veldwerk gedaan, toch? Zeker. En de winnaar was uh, het Nationaal Park de Weerribben. En het Lauwers ja, werd, ja, precies. Het is allemaal een beetje de mooie plekjes van dit land, lijken toch in het noorden te liggen. Nou, Giethoorn is gewoon Overijssel. Maar... Ja, oké, okay, maar voor ja. mij voelt het als het noorden, want het is vanaf waar wij zitten, is het noordelijk. Ja. Nee, en dan het pension. Ja, dat is echt wel bijzonder. Het pension, eh, en dat wordt ook wel het station genoemd, en dat was zo omdat het ooit het eindstation was van een oude spoorlijn uit Dokkem. En als je dan naar dat pension zelf kijkt, de eerder genoemde Marjan was daar de pensionhoudster. Dan zie je dat er een stuk land links van het pension ligt en dat wordt gebruikt als een ja, soort camping. Er staan ook wat caravans op en de voorkant van het pension ligt eigenlijk langs de doorgaande weg van Anjem naar Dokkum. En kun je ook prima zien vanaf de weg. Nou, voor de rest is het eromheen mooi verhard met grind. Auto's kunnen dus eigenlijk bij wijze van spreken tot de voordeur komen... En als je naar het pand zelf kijkt, en ik zal natuurlijk ook wat beelden met jullie delen, dan zie je dat het pension eigenlijk twee deuren heeft aan de voorzijde en aan de linkerkant is dat uh, richting het woongedeelte en aan de rechterkant is dat eigenlijk richting het pensiongedeelte. Nou, het is best wel een groot gebouw uh, en binnenin zit nog een U-vormige gang. En als we dat zeggen, is dat natuurlijk met reden. Maar ja, een hele aparte plek denk ik. In Angium, ja. Ik las nog ergens nog even doorrijden, je valt van de wereld af. Bewijs van spreken. Ja, nou, ze komen daar, dus die agenten, de recherche. En uh, die start natuurlijk meteen een spooronderzoek. Dat doen ze in het pension, ook uh, aan de buitenkant, naar voor in de voortuin. En in die voortuin, daar is gras, daar zien ze dan een uh, recent gegraven gat. Dat gat is 1,50 uh, lang, 75 centimeter breed en maar 45 centimeter diep. Dus je zou denken, nou, dat is niet groot genoeg hè, om er een, een lichaam in te stoppen. Dat klopt dan ook, want nog geen twee meter verderop ligt een oranje deksel met daarover een blauw tentdoek. En daarboven geplaatst staat een, een, ja, een soort wasrek, dus een soort stellage van houten frames met uh, gaasbespannen. En in het blauwe tentdoek, daaronder, daar ontdekt de Recherche een lichaam. En dat blijkt dus te gaan om die 26-jarige Laude Jong. Nou, er is in die voortuin dan ook een heel duidelijk uh, sleepspoor. Dat loopt door het grind, uh, dat gaat van de voordeur van het pension naar dat gasveld. Dus het is heel duidelijk dat daar eigenlijk een lichaam is versleept. Binnen in het pension, daar treft de recherche die avond ook al een aantal uh, nuttige sporen. Nou, we hebben niet alle sporen, uh, in ieder geval we gebruiken niet alle sporen. We zeggen even de sporen die, die nuttig zijn voor het onderzoek. Dat zijn dan in die gang, daar zijn uh, veel bloedspatten... En blijkt dat daar geprobeerd is om schoon te maken, maar niet grondig genoeg. Want er ligt nog heel veel bloed onder een vloerkleed. Dan hebben ze in een slaapkamer van een aanwezige pensiongast hebben ze in de prullenbak een aantal peuken gevonden, waarvan één bebloede peuk. En er ligt ook nog een prop papier met een, een bebloede pluk haar. Nou, dat bloed, dat blijkt afkomstig te zijn van lauw. Maar Jan, de pensioenhoudster moet direct mee naar het bureau. Wordt aangehouden op kerstavond rond kwart voor elf... En brengt dan ook de nacht door op het politiebureau in Leeuwarden. En ook een andere pensioengast, dat was een vriendin van haar, Marja, wordt ook meegenomen naar het bureau. Ja, en de volgende dag, dan is het eerste kerstdag. Dan start de recherche dus een uitgebreide technisch onderzoek. En ze vinden dan op allerlei plekken bloedsporen. Vooral in de gang van het pension. Maar het wordt die dag nog erger, want op het dan nabijgelegen minicampingterrein. dat ook tot het pension van Marjan hoort. Daar vindt de recherche een tweede lichaam. Ja, hoe dat gaat, vind ik wel bijzonder. Ze komen dan met de dienstlevende haven. En dat, is, uh, dat zijn getrainde speurhonden. Die kunnen dus lijken ruiken. Nou, die honden die snuffelen dat hele erf af. En een van die drie dieren, ze komen met drie van die politiehonden. Die begint al heel hard te blaffen op, inderdaad, die plek op die minicamping. En voorzichtig gaan die agenten graven in de grond. En inderdaad, op een halve meter diepte zien ze de contouren van een menselijk lichaam. En zo blijkt aan de hand van een stukje huid van de handpalm, kunnen ze uiteindelijk uh, identificeren dat het gaat om Herman Sonnemans. Overigens precies op de plek die aangewezen was door iemand. Ja, door Door Ernst. Ernst, die ja. een van die tipgevers. Ja. Nou, deze beide gevonden mannen, die Herman Sonnemans, 38 jaar, en Laude Jong, dat zijn geen onbekenden van Marjan. Maar wie is deze pensioenhoudster, Marjan van der E? Ja, Marjan van der E is geboren op 13 november 1945 in Eindhoven... en komt uit een keurige familie. Haar vader was een docent wiskunde en later ook nog rector van een school... en haar moeder deed vrijwilligerswerk, liefdadigheidswerk. Op haar negende verhuist Marjan met haar familie. Dat zijn vier kinderen naar Tessel En uh, haar vader krijgt daar een vaste baan als een rector op een HBS keurig gezin zou je zo zeggen. Marjan was een aardig meisje, droeg een plooirok en uh, sprak keurig, als dat de definitie is van een aardig meisje. Ja. En uh, ja, in de jaren zestig, want we gaan natuurlijk wel even terug in de tijd, veranderde dat. Want Marjan ging studeren uh, en dat was op de universiteit biologie met als specialisatie oceanografie. Ze was blijkbaar heel goed in haar vak en uh, iedereen mocht haar. Ze kon ook wel goed drinken. Ze hield van bouillarten. Ik herken een beetje de studenten <laughs> erin. Uh, ze deed eigenlijk wat ze zelf wilde. Een beetje wild leven eigenlijk. Ja, ik, ik lees heel iets anders hier maar. <laughs> ja, Carrie die pakt daar natuurlijk weer de dingen uit die haar het meest aanspreken. Maar na haar studie probeert ze te promoveren. Nou, dat was voor mijzelf helaas niet weggelegd na mijn studie. Uh, maar ze maakt het niet af. Uh, ze begint dan eigenlijk te werken en ze heeft verschillende baantjes. Onder andere bij het ministerie van Landbouw en Visserij. Maar vaak eindigt dat toch door een conflict en een ruzie. En dat achtervolgt er wel een beetje in haar werkende leven, moet ik zeggen. Ze spant ook regelmatig rechtszaken aan. Ja, dat vind ik dan ook nog wel, dat zou ik ook niet direct verwachten in zo'n werkomgeving. En ze wordt in 1987 bijvoorbeeld al een keer ontslagen omdat ze fraude pleegt. Onthoud dat? Fraude. Ja, niet onbelangrijk. Ja. Nee. Dus ja, ze belooft veel, maar ze deed weinig. Althans, dat wordt dan gezegd. Ja. Een beetje een bijzondere levensgang, zou je zeggen. Ja, nou, ik vond ook bijzonder dat in de jaren tachtig een relatie met een veel oudere man. Hè? Met een man van 75 uit Dokkum. En die man die heeft zich later bij de politie gemeld. omdat hij het vermoeden had dat Marianne hem wilde vergiftigen. Ja, en van uh, gifmoorden weten wij het nodige. Ja, ze gaat overigens daarna uh, werken als docenten aan de hogeschool in Groningen. En ze koopt dan een vakantiehuis in Moddergat. Dat hele mooie dorp. Het tweede werd tijdens de verkiezing. Vijf kilometer van Anjem. Precies, dat huis in Anjem, althans het station, dat koop ze in 1996. Ja, 95 kocht ze het, geloof ik. 96 trok ze daarin. En dat was eigenlijk best wel bijzonder, want ze konden niet koken of wassen of strijken of schoonmaken. Dus dat zijn pensioen begint daar, dat is best wel eigenlijk uh, apart. En dat is ook een periode dat ze eigenlijk steeds verder uh, afgleed. Ze kreeg last van achtervolgingswaan... en ze had overal die rechtszaak lopen. Uh, ze begon zichzelf ook te verwaarlozen. Hè? Dus uh, oude wijde kleren had ze aan... van het piekerige haar... terwijl ze er vroeger heel mooi uitzag. Dat ik niet zeggen trouwens. Terwijl ze er vroeger goed uitzag. Dat zou ik ook zeggen. En ze was sociaal, ze was aardig en humoristisch. Een vriendelijk mens. Maar ze had ook wel een duistere kant... en ze maakte, zoals ik al zei... graag ruzie. He, ze zocht de confrontatie op... En ze wilde altijd gelijk krijgen. Uh, daarbij was ze ook nog heel principieel en rechtlijnig. Dus niet iedereen vond deze Hollandse dame, want zo werd ze natuurlijk gezien daar in Friesland, uh, Ja, leuk. Sommigen vonden er gewoon echt een rare snuiter. En uh, er werd zelfs gezegd dat ze zich wel met criminelen zou inlaten. Ja, ze zou brandjes hebben gesticht, dus ze fraude hebben gepleegd. Uh, en ze zou ook een wietplantage runnen. Ze zelfs kleine kinderen die daar speelden met fietsjes achter haar terrein. Uh, nou, die zeiden ook van die lucht kon je gewoon ruiken. Ja, dus aan de ene kant heb je het over een stoere, intelligente, hoogopgeleide en ook wel welbespraakte vrouw. Maar ja, aan de andere kant heb je het toch over iemand die zichzelf verwaarloost. Die omgaat met mensen die misschien bedenkelijke activiteiten ontplooien. Ze is ook wars van autoriteit. Ze maakt met iedereen ruzie. Ja, wat moet je met zo iemand? Nou, ze vond het heel spannend, hè, die criminele achtergrond van mensen ook. Ja, en we hebben nog niet verteld eigenlijk dat pensioen... dat is in eerste instantie ook voor medewerkers van de, de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. en voor mensen die dan de boot misten en een Schiermonik-oog. Maar dat verschoven inderdaad naar dakloze alcoholisten. naar criminelen die dus op die minicamping uh, daar een caravan huurden. Uh, en zo dus ook Herman. En Lau, dat was dus degene die haar vakantiehuisje in moddergat huurde. Nou, deze Herman en Lau, dat zijn dus de twee mannen die inderdaad uh, in de voortuin en bij de minicamping in de grond lagen. Marjan had zich ontfermd over deze mannen. Ja Herman die, uh, mocht dus met die kerven op haar minicampingterrein staan. Herman Sonnemans die was dus 38, ja, die kwam in het voorjaar van 97 via het vakantiehuis in Moddergat uiteindelijk bij het pension van Marjan terecht. Nou, deze Herman die, uh, heeft al een flink strafblad. Roof, overvallen, diefstal, mishandeling, oplichting. En Herman, die houdt ook wel van een drankje, van een snuifje. En omdat hij dus onderdak zoekt, gaat hij dus op, die caravan, op de terrein van Marian wonen. in ruil voor zijn uitkering. En die ja. schrijft Marian dan maandelijks op haar rekening. Ja, en een heel belangrijk detail: deze Herman die werkt zelfs eventjes bij de houthongel van de eerder genoemde tipgever Ernst. Dus mooi om even die relatie alvast te benoemen. Ja, maar het liep niet heel lekker. Nee, het liep zeker niet heel lekker. Want wat botert er niet tussen deze Herman en Ernst? Herman had in een café namelijk, toen hij een keer dronken was, want hij drinkt stevig... verteld over een wietplantage die diezelfde Ernst zou hebben. Dus de relatie tussen deze twee heren was niet goed. Ondertussen doet deze Herman heel veel klusjes voor Marjan. Dat is een soort uh, mannetje van alles. Uh, Marjan had misschien ook wel iemand nodig die haar een beetje beschermde. Want ze werd wel eens lastiggevallen door vroegere pensioengasten en zwervers uit de buurt. En deze Herman was een hele grote, brede vent. Hij werd ook wel de Oerang Oetang genoemd. Ja, of, of Grauwe Herman, las ik ook. Ja, of dat nou een hele sympathieke bijnaam is, dat weet ik niet. En ja, verder het was het zo. Was een soort bodyguard eigenlijk voor ja, ja, Dat kun je er een beetje bij voorstellen. En deze Herman, die was al sinds juni 1997 vermist, hoewel vermist. Ze dachten eigenlijk dat hij in Spanje was bij zijn moeder. Want die woonde daar. Ja, in Benidorm. Ja, en er was zelfs een aanzichtkaart vanuit Spanje gestuurd naar het pensioen. Maar hij was zelf al een half jaar niet gezien. Nee, en dan uh, de andere man, de 26-jarige de Jong. Nou, dat was een man die had bij zijn geboorte al zuurstofgebrek uh, opgelopen. Dus uh, vrij veel moeite om op school mee te komen. Al vanaf zijn zestiende is hij dan zwaar aan het drank. Uh, komt ook vaak in aanraking met de politie. En Marjan, ja, die oft zich op voor de minder bedeelde, dus ook in dit geval voor Lau. Marjan die laat in oktober 97 Lau in haar vakantiewoning in Moddergat wonen. Maar ja, Lau die kan het niet betalen, dus die loopt flink achter met zijn betalingen. Doet ook daarvoor weer klusjes voor Marjan bij het pension. Maar psychisch is Lau dus niet zo stabiel. En hij is ook daarbij een flinke drinker. Hij bloot ook veel, slikt ook nog eens een hoop medicatie... Hij is trouwens ook nog even opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. vanwege suicidale neigingen. Ja, dus het is wel Herman als Lauw. Dat zijn wel. Uh... Ja, ik zou dat randfiguren noemen. Goed, ja. Ja, ja. nou, je moet je voorstellen. het nieuws van deze twee gevonden lichamen. Ja, slaat natuurlijk in als een bom. En dat is niet zo gek, want we hebben het over een hele kleine gemeenschap. En Marjan was al niet zo geliefd als een Hollandse. maar ze krijgt ook heel snel een aantal. ja. Gruwelijke bijnamen. De heks van Anjum wordt ze genoemd. Of de Satan van Moddergat. Dat grote onderzoek was ondertussen gestart. met liefst dertig rechercheurs. Ze denken ergens. en ook de dorpsgenoten hebben het daarover. er missen nog wel meer mensen daar in Anjum. En dan in één keer denken ze: ja, dit wil de verhalen gaan de ronde. Misschien liggen die ook wel bij dat pensioenbegraven. Ja, het, het is natuurlijk wel heel macaber. Want uh, ja, misschien de kok die ooit bij Mayam werkte... die hebben ze een tijd niet meer gezien en nog iemand anders. Er gaan natuurlijk echt de meest wilde verhalen de ronde. En om dat te onderzoeken gaan ze twee F-16's laag over het dorp laten vliegen. En wat kunnen die? Die kunnen dan met infraroodfoto's zien waar er recent graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Dat is toch wel een knappe techniek. Ja. En ja, die, die denken misschien liggen daar nog wel weer veel meer lichamen van mensen rondom uh, het pension. Maar ja, niet gevonden. Nee, ze hebben niet gevonden en uh, het gaat nog veel verder, want er ontstaat een soort moordtoerisme naar dat dorp. Het ligt natuurlijk aan een redelijk goed doorgaande weg, dus er zijn allerlei mensen die dan toch even op het rempendaal drukken uh, als ze daar rijden. En uh, ja, dat, ik heb ook foto's gezien, dan zie je gewoon horde mensen kijken als het een soort van attractie is. Ja, ik las ook, je kon ergens een koekensoop neerzetten. Nou, dat, dat ja, dat je was vriend. je rijk mee geworden, ja. 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 Nee, en dan even nog over de bijnamen. Kijk, wij noemen het het hoorpension. maar ze hadden ook bedacht dat het station misschien het eindstation was. En uh, ja, het House of Horrors en wordt uh, Marjan zelf nog als de duet van het wat omschreven, dus het gaat best ver. Ja, het is best wel natuurlijk een aparte zaak. Want het is een hele hoog opgeleide vrouw die, die twee jonge mannen vermoordt. Dit was echt uniek. Uh, nou, helemaal in Friesland, maar ik denk wel in heel Nederland. Ja, en ook twee kerels die veel groter en sterker waren dan zij zelf. Als zij het gedaan heeft. Dat, uh, dat zullen we nog even zien. Ja, nou, de, moeten we even kijken naar de sectie inderdaad van beide mannen. Want hoe zijn ze aan hun einde gekomen? Uh, nou, de voorlopige conclusie van de sectie op Lauw, dat luidt. Uh, een inwerking, we hebben het al vaker gezien bij andere lichamen, inwerking van uitwendig, mechanisch, hevig botsend geweld op het hoofd, dus eigenlijk gewoon goede tikken op je hoofd. Uh, hij was niet meteen dood, dus terwijl hij die tikken heeft gekregen op zijn hoofd en het overlijden uh, heeft nog wat tijd tussen gezeten. En ze hebben ook een toxicologisch rapport gemaakt en in het bloed van Lau vonden behalve resten van alcohol ook sporen van het medicijn temazepam. Nou, dat is niet dodelijk hè, thema spron gebruik. Dus Lau die is ja, doodgeslagen en daarvoor waarschijnlijk gedrogeerd en dus 24 december in die voortuin van het pension in Anjum gevonden. Nee, dan misschien ook direct even door naar de sectie van Herman. Zijn lichaam lag al een half jaar onder de grond, want hij was natuurlijk al zo lang vermist. Uh, en na zo'n half jaar ja, dan is zo'n lichaam natuurlijk helemaal in staat van ontbinding. Het is dan ook hartstikke moeilijk om de doodsoorzaak te vinden. Ze hebben wel geconstateerd dat er sprake was van breuken in de schedel, maar geen bloeduitstortingen. En een breuk van beide grote hoornen van het strottenhoofd, ook zonder tekenen van bloeduitstorting. Ja, als Herman bij deze breuken nog een leven geweest zou zijn, ja, dan zouden er bloeduitstortingen waarneembaar moeten zijn en die waren er dus niet. Maar het kan ook liggen aan het feit dat het lichaam al in verre staat van ontbinding was. Uh, in dit geval vinden ze trouwens geen sporen van gif of andere bedwelmende middelen. Ze houden eigenlijk drie opties open. Hij is doodgeslagen of hij is gewurgd of hij is misschien dan toch vergiftigd. Nou, en het zou ook nog kunnen zijn dat Herman levend is begraven. Hè? Ja, dat heb maar ik dan, ook gelezen. Ja, maar dan zou hij dus zand in de mond en longen moeten hebben. Nou, dat, dat had hij niet. Maar dat zou ook weer kunnen komen omdat hij gewikkeld was in een deken. Ja, dat weten ze inderdaad niet helemaal. Maar Marian, die is dus aangehouden voor deze twee moorden. Waarom zou dan die 52-jarige Marian deze twee mannen vermoorden? En op een hele mannelijke wijze, dus echt wurgen, de schedel inslaan. We hadden het inderdaad over twee jonge mannen die veel groter, sterker waren dan zijzelf. Het is eigenlijk een hele onlogische manier. We hebben al gezegd dat zij natuurlijk die kerstnacht werd aangehouden en direct werd verhoord. Maar op dat moment heeft ze helemaal geen verklaring afgelegd. Ze heeft zichzelf eigenlijk heel erg warrig voorgedaan. En pas de volgende dag is ze begonnen met iets te verklaren. Ze wordt overigens in totaal 52 keer verhoord. Het verklaren van Marjan gaat niet zo vanzelfsprekend. Maar op enig moment heeft ze dan verklaard dat ze op die 23 december Lau op bezoek kreeg. En dat zou dan gaan over achterstallige betalingen. Daar wilde ze met hem over praten. Over de huur van haar vakantiehuis in Moddergat. Lau had te veel gedronken volgens haar. En zij heeft hem dan ook s'avonds op een bed in een slaapkamer gelegd. In Anjum dus. Ja, en rond half zeven s'avonds is ze naar Ernst. Let op, dat is de tipgever gegaan. Om te vragen of hij haar kon helpen met een afrastering van het ganzenhok. En deze Ernst die kwam langs. En Marian zelf is die avond ook nog naar Moddergat gegaan. Naar de vriendin van Lau. Om te zeggen dat Lau bij haar de nacht in het pension zou doorbrengen. Omdat hij geen auto meer kon rijden volgens haar. En de volgende dag is volgens Marian Lau vertrokken. Ze ontkent... Ten stelligste dat ze Lau heeft vermoord. En dan hebben we daarnaast nog de pensioengast, Marja. Die ja. legt ook een verklaring af. Maar die kan zich eigenlijk vrij weinig herinneren van die dagen. Nou, zij zegt dat zij op 23 december 1997 uh, samen met haar hond... naar het pensioen in Anjem is gekomen. Hè. Ze woont uh, in Borne. Um, heel mooi plaatsje in Overijssel. Nou, ze zou die Kerstdagen in Anjem doorbrengen en uh, ze komt dan rond uh, half twee op de 23e aan. Behalve Marjan is daar ook Lau aanwezig. Nou, die had ze al een keertje eerder ontmoet en zij ziet dat Marjan en Lau bezig zijn met een uh, invullen van een formulier. Nou, Maria die gaat dan boodschappen doen in het uh, dorp. Rond half vijf is ze weer terug in het pension en dan ziet Marja Lau in een uh, ja, verwarde toestand in de schuur. Marjan is er niet. En ze neemt Lau dan mee terug de keuken in en vervolgens gaat ze koken. Marian was even naar het dorp om drank te halen voor Lau. En als ze thuis komt, dan is ze heel geïrriteerd, want ze ziet dat Lau weer terug in die woning is. Marian geeft Lau wat warm water met je neef om hem rustig te krijgen. En Marja gaat iets na vijf uur koken. Ondertussen neemt Marjan Lau mee naar de gang. En als er rond zes uur het eten klaar is, dan roept Marja naar Marjan. Nou, die roept terug uh, dat ze eraan komt, maar ze komt helemaal niet. Dus Marja die gaat even in de gang kijken, die probeert Marjan daar op te halen, en die ziet daar Marjan met Lau staan, terwijl ze hem je neven laat drinken. Dus Marja heeft Lau rond zes uur voor het laatst in de gang met Marjan gezien. Best ingewikkeld, hè, Marja, Marjan? Ja, die namen zijn ingewikkeld, en je denkt ook van hoe groot is het daar, maar het is inderdaad wel een behoorlijk grote ruimte binnen, met meerdere kamers, met een U-vormige gang. Dus op die manier kun je je wel voorstellen dat je elkaar niet direct weet te vinden in zo'n groot pand. Ja. Nou, Marja die gaat vervolgens alleen eten, want Marjan is dus druk bezig met lauw. En ondertussen verklaart Marja verder, komt er rond zeven uur een man het pension binnen, die na een half uur ook weer vertrekt. En die man, jawel, daar hebben we hem weer, dat is dus die tipgever Ernst. En Maya, ja, die weet zich gedurende verhoren steeds meer te herinneren. Ze herinnert zich bijvoorbeeld ook dat zij Lauw in die gang heeft zien liggen. Met zijn gezicht naar de muur onder een deken. Hij was heel stil en bleek. Maar op het moment waarop zij Lauw in die gang heeft zien liggen. dat is steeds een ander tijdstip, dat ze dat zegt. Dus Maya is niet een hele betrouwbare getuige. Maar over één ding is het wel eens. Zij heeft in die gang geen bloed gezien. Die avond van de 23e en ook de volgende dag niet. Dus. Lau die zou dus die avond nog in leven moeten zijn. En Marja vertelt een aantal dagen later nog iets. Ze was na het eten naar de wc gegaan en als ze uit de wc komt, dan ziet ze nog net de benen en schoenen van Lau uit het zicht verdwijnen in de richting van de voordeur van het pension. Dus hij wordt blijkbaar versleept door iemand. Kan niet helemaal zien door wie. En daarna ziet ze buiten twee mensen staan. Een beetje uh, twee uh, silhouetten. Die staan met elkaar te praten. Ze buigen ook over iets. En Marja herinnert zich ook dat ze die 24e, dus een dag later, dat ze overdag iemand langs is geweest die in de voortuin een gat heeft gegraven. En over dat gat, dat is ook wel bijzonder, vertelt ze pas vijf dagen later, hè, als de politie daar dus uitdrukkelijk naar vraagt. En er is die 24e overdag ook nog een man wat papieren komen brengen. Nou, later op de avond van de 23e laten Marja en Marjan samen de honden uit. Ze hebben allebei een hond. En na de wandeling is Marja geslapen. Volgende ochtend werd ze rond half twaalf wakker. Marian was toen niet meer thuis. En uh, later die dag vertelt Marian dat Lau die ochtend is opgehaald door zijn vriendin. Nou, dat is best wel een verhaal hè. Ja, misschien moeten we het heel even resumeren wie hier nou allemaal aanwezig zijn. We hebben natuurlijk de pensioenhoudster Marian. Die heeft een gast, dat is deze Marja, waar we het net over hadden. Die heeft iemand die ze vraagt om te helpen. Dat is ernst, maar dat is dezelfde persoon als de tipgever aan de politie. En dan hebben we natuurlijk het slachtoffer Lau... die op dit moment half levend, half dood daar in dat pensioen is. Dat weten we niet precies. Ja, eigenlijk ja, heel veel getuigen. Ik lees een setting met heel veel mensen. Maar wat zou er dan precies gebeurd zijn? Ja, en dan even verder over dat gat waar Marja het over heeft. Er is een gat gegraven... En dat is gedaan door een man die vaker klusjes doet voor Marjan. Hij was op de 23e opgebeld door Marjan en op de 24e langsgekomen. Met overigens het excuus of hij wortels wilde meenemen voor de pony. En dan zeg je, ja, hoezo wortels voor de pony? Maar hij had zelf ponies en Marjan had er daar een aantal van hem in beheer of gekregen. In ieder geval op haar terrein. Dus dat was de aanleiding om hem te vragen dat mee te nemen. Maar op het moment dat deze man op de 24 ste langskomt, vraagt Marjan aan hem om een gat te graven. Ze geeft namelijk aan dat ze een paar dagen weggaat. En ze wil graag voor die tijd nog dat de planten winterklaar gemaakt worden. Dus een mooi gat en dan de, en dan de planten daarin zetten. Dat is uh, tegen bescherming voor de vorst, denk ik. Goede tip. Goede tip. Gewoon een, 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 een gat graven. Een gat graven. Dat wordt een gat met een lengte van 1,50 meter en een diepte van zo'n 40 à 50 centimeter. Het had misschien iets dieper moeten zijn, maar het begint te regenen aan het eind van die dag. Dus deze man die stopt ermee. En dat is best wel raar. Dat gat wordt gegraven in de voortuin. Dat is ook al best wel een rare plek waar, waar gas is. En op een afstand van ongeveer 2 meter wordt dus een paar uur later, die 24ste, dat tentcel met dat lichaam van Lau gevonden. Dus je denkt, uh, op het moment dat die, die gatgraver daar bezig is, moet dat tentcel met dat lichaam er al gelegen hebben. Dan moet het toch opgevallen zijn? Ja, dus hoe kan het dat die man dat niet gezien heeft, of niemand eigenlijk? Nee, nou is het wel vroeg donker in de winter, maar toch, op zo'n korte afstand. Ja, want ze hebben hem gevraagd, van, is iets opgevallen, heb je iets gezien? En hij heeft niets gezien. Nou, ik denk dat het even goed is, Eddie uh, ook. Je hebt ze net al uh, kort geïntroduceerd, maar toch die twee tipgevers. Uh, Ernst, hij is namens een paar keer gevallen hier. En uh, Jaap, die ook op het bureau was, die 24e avonds, die Marjan erbij hebben gelapt, uh, om die ook even te introduceren. Ja, Ernst uh, die is 33 en die heeft een houthandel in Anjum. maar is ook mede-eigenaar van de wietplantage in de schuur van Marjan. Dus uh, een beetje criminele bijverdiensten, zou ik zeggen. Nou, en Jaap is een echte crimineel. Die is berucht in de provincie. Uh, vaak veroordeeld geweest voor drugsgeweld. Hij heeft een escortbureau, dus actief in de prostitutie. Ja, dat is wel een, uh, een lokale boef, zou ik zeggen. Ja, deze twee mannen hebben uiteindelijk het hele verhaal aan de gang uh, gebracht. Ja, en nou. Ik denk dat er wel iets meer speelt ook, want wat is er ook aan de hand? Uh, deze Jaap en Ernst, die hebben eigenlijk samen met Marjan... een wietplantage op de zolder van Marjans schuur. En dat was echt wel echt een forse wietplantage. Dat was een, een uh, 2100 bloeiende henneplante. Met een opbrengst, uh, las ik, van 500.000 gulden, een half miljoen. Maar de politie, die had met behulp van infraroodcamera's vanuit de lucht ontdekt... Hè, dat die temperatuur in die schuur veel te hoog was... Voor de tijd van het jaar in ieder geval. En dat klopte. Uh, ze kwamen na tot de ontdekking dat daar één uh, grote hennenplantage was. En die is op dus 17 december, een week voor de moord op Blauw, door de politie opgedoekt. Ja, en ik heb een beetje local knowledge over uh, wietplantages. Want het ging dus om echt wel serieuze business. Als je dat namelijk goed doet, kun je zo 4, 5, 6 keer per jaar wiet oogsten. En dan is een half miljoen gulden. Destijds natuurlijk al veel geld. Nou, dat kun je dus een aantal keren vermenigvuldigen. Maar, hè, jij zei het al, 2100 plantjes. Weet je dat er tegenwoordig een soort vastgestelde strafmaat is die geldt voor het aantal wietplantjes wat je dan in je kas hebt staan? Nou, Want het gebeurt natuurlijk heel vaak dat mensen gesnapt worden terwijl ze wiet aan het kweken zijn. Je weet dat je ook vijf plantjes gewoon uh, mag doen zonder dat dat gevolgen heeft. Maar wat is namelijk het geval? En dat weet ik omdat hier lokaal bij mij in het dorp vrij recent ook een keer een wietplantage werd opgerold. We zullen niet zeggen welk dorp. Uh, ik zeg <laughs> zeker niet welk dorp. Het is zo dat tot duizend plantjes kan je alleen een taakstraf krijgen. Dus 2100 dat was al echt heel veel. Maar tegenwoordig is het zo dat tot duizend plantjes krijg je een taakstraf... En dat weet ik, omdat bij deze uh, wietplantage in het dorp, die hadden dus 999 plantjes. En dan zat ik te denken, als, de, als het dan opgerold wordt, zo'n wietplantage, wie gaat die plantjes tellen? Zal ik af te vragen. Ja, 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 ik dus, ja, ik misschien dus, is er een baan voor. Ja, en, ja. En, uh, Vrijwilliger bij de politie. Ja, maar dat is dus gewoon al helemaal van tevoren bepaald, welke straf gekoppeld is aan het aantal plantjes wat je hebt. Maar dit was echt serieus business, want je ja. hebt het over een zolder met 80 lampen, en nou, uh, alleen al de energiekosten zouden tegenwoordig bijna niet meer op te brengen zijn. Maar 80 lampen, nou, 200 oh, vierkante meter. Het is een mega. Mooi dat je dit vanuit de lucht dus met infraroodcamera's. Uh, ja, en als het. Dat is trouwens druk in Anjem, want even later kan hij f zien. Ja, en je het, weet als het gesneeuwd heeft dan gaan ze ook de daken checken. Ja, ja. Dat kunnen ze precies, ja, kunnen ze zien. precies ja. ja, Ze zijn niet helemaal gek bij de opsporingsdienst. Maar maar... Jan, dit, was, dit gebeurde in ieder geval op 17 december... dus een week voor de moord op Lau. Uh, Marianne is meegenomen als hoofdverdachte... want het was natuurlijk op haar terrein. Uh, zij zegt alleen... Ja, ik, ik wist helemaal niets van deze plantage. Ze had haar schuur al eerder dit jaar verhuurd... aan een Engels bedrijf. En ze had ergens in het pension... ook nog een huurcontract daarvan liggen. Dat kon ze de politie dan wel overhandigen. Alleen ja, dat contract kon ze nergens vinden... Dus ze zou het even opzoeken en na het weekend op het bureau laten zien. Nou ja, ondertussen zat ze natuurlijk in de rats waarschijnlijk... want het contract bestond natuurlijk helemaal niet. En met Jaap en Ernst had Marjan de deal... dat als die politie die kwekerij zou ontdekken... Marjan dus verantwoordelijk zou zijn. Of tenminste de verantwoordelijkheid ervoor zou nemen. Maar eh, volgens Ernst wilde Marjan na die ontdekking op 17 december... Lau de Jong ervoor laten opdraaien als katvanger. Nou, katvanger, dat weet je, dat is iemand... Eh, die een naam eigenaar is van een bedrijf, maar uh, om de werkelijk eigenaar eigenlijk buiten bereik van justitie te houden. En Jaap en Ernst, die zouden sowieso buiten blijven. Nou, Lau die zou dan een contract moeten ondertekenen waaruit zou blijken dat het zijn wietplantage was. En dat contract kwam dus op 24 december de administrateur aan Marian brengen. Nou, dat contract is ook later gevonden door de politie met inderdaad een handgeschreven concept van Marian En een formulier met de handtekening van Lau. Dus... Waarschijnlijk wil ze Lau's handtekening gewoon gebruiken voor dit contract. Maar Marjan die ontkent dus eigenlijk bij hoge laag iets geweten te hebben van deze wietplantage. Die vertelt drie dagen dat ze verhoord is op het bureau, vertelt ze helemaal niets. Ze verlinkt ook Jaap en Ernst niet. Dus ook die twee blijven buiten schot. Ik denk dat Marjan eigenlijk de katvanger was voor Jaap en Ernst en zich gewoon aan de afspraak hield. En daarom die andere twee heeft beschermd. En dat waren natuurlijk toch wel een beetje professionals, echt wel professionele criminelen. Dus vandaar uh, dat Marjan waarschijnlijk niets heeft gezegd. Nu is het wel zo dat dezezelfde lieden, Ernst en Jaap, natuurlijk wel de tipgevers zijn geweest. Waardoor de politie het geheel op het spoor is gekomen. Ja, dan kun je je natuurlijk afvragen: hoe wisten deze mensen dat? Nou, Ernst. Wordt natuurlijk ook nog verder ondervraagd. En hij vertelt de politie in eerste instantie op 24 december. dat hij een half jaar daarvoor zelf door Marjan op de hoogte was gebracht. van het feit dat hij Herman Sonnemans door haar vermoord zou zijn. Dus zij zou tegen hem gezegd hebben dat zij Herman Sonnemans vermoord heeft. Zelfs in detail dat het met een grote hamer zou zijn geweest. En ze had daar zelfs bij gezegd: zijn schedel kraakte als een nootje. En daarnaast was het zo dat die 23ste... dus de dag voordat dit allemaal uitkwam... Marian bij hem was langsgekomen om ook te zeggen... dat de 26-jarige Laude Jong door haar was omgelegd. Nou ja, Ernst vertelt ook verder op 24 december op dat politiebureau... dat hij dus een dag eerder, inderdaad rond half zeven... in het pension was bij Marian. Dus Marian was eerst bij hem aan de deur geweest... en die had dus gevraagd, van, kun je me helpen met, met het ganzenhok... Maar Ernst zegt nou dat ze helemaal niet gevraagd. Ze zei: "Bij mij thuis ik heb iemand omgelegd en je moet me helpen om het lichaam te verslepen." Dus dat was een hele andere versie dan Marjan vertelde. Nou, hij is naar het pension gegaan. Daar trof hij nog een andere gast, dus die 40-jarige vrouw, Marja, die vriendin van Marjan die net was aangekomen. En terwijl hij dus met Marja aan het praten was, was Marjan dus druk bezig in de gang. Nou, hij is even laten gaan kijken en hij ziet dan dat Marian op haar knieën in die gang uh, ligt te boenen. Uh, waarschijnlijk is ze daar aan het schoonmaken. Er lag ook een kleedje in die gang. Uh, hij zag dat onder het kleedje allemaal bloed lag. En toen Marian hem zag, legt ze dat kleedje weer over dat bloed terug. Nou, Ernst is Marian gevolgd door de gang naar buiten en daar op de stoep voor de deur van het de pension daar ziet hij dus onder een tentcel een lichaam liggen. En hij ziet dus dat het Lauw is. Hij kent dus Lauw ook. En hij ziet dat zijn schedel is ingeslagen. Nou, Ernst die, die schrikt er waarschijnlijk van. Die is snel weer naar huis gegaan. En dan de volgende ochtend, de 24e, dan spreekt hij zijn maat Jaap. En die zegt, nou, ik zou als jou was naar de politie gaan. Jaap die is namelijk bang dat het hele huis onder zijn vingerafdrukken zit. Want hij heeft natuurlijk daar die henneplantage die ze samen runnen. En hij zegt, ja, straks zijn we allebei nog medeplichtig. Nou, Ernst die gaat vanuit Jaap weer terug naar zijn huis. Die rijdt langs het pension. En die ziet dat het lichaam in dat tentcel verplaatst is van de stoep naar de voortuin. En vandaar, zegt hij, dat zij uh, Jaap en Ernst dus op kerstavond 97... zichzelf hebben gemeld op dat politiebureau in Dokkum. Nou, de politie die gelooft dit verhaal van Ernst niet helemaal. De politie denkt namelijk dat Ernst geholpen heeft... met het verplaatsen van het lichaam. Want hoe is het lichaam anders van de stoep naar de voortuin gekomen? Er zijn natuurlijk sleepporen gevonden... Maar ja, ze denken toch dat Marjan dat nooit alleen gedaan kan hebben. Want je moet je voorstellen: Marjan is 1,65 meter. En deze Lauw is een kerel van bijna 1,90 meter. En waarschijnlijk ook niet de kleinste. Nou, Ernst die verklaart nu dat ze het samen in een tentcel gerold zouden hebben. Nou, dat hij ook denkt: van Ik moet toch uitleggen hoe dat kan. En daarna zegt Ernst: Is hij naar huis gegaan? En dan zou hij om half twee s'nachts zijn teruggekeerd naar het pension. Maar Jan was nog wakker. om het samen. Eh, naar de voortuin te verslepen, het lichaam. En dan zou Ernst weer naar huis zijn gegaan. Dan zou je nog afvragen. waarom zou hij dat doen? Nou, dan zegt hij. ja, hij is bang voor haar, eh, Ernst. Ja, dus Eddie. wie, wie spreekt nou de waarheid? Hè? Daarvoor is dat spooronderzoek natuurlijk van belang. We hadden in het begin al wat verteld over die bloedprop. in die kamer. en die, die peuken waarvan één bebloed was. Eh, dat sleepspoor in de voortuin. Het raar is wel dat de ene sigarettenpeuk, dus met bloed eraan... dat is nooit onderzocht. Terwijl Marja zowel als Marjan niet rookte. Dus dat is wel bizar. Een gemiste kans. Een gemiste kans. Nou, ook in die schuur, daar kom je via de keuken... Uh, ontdekt het onderzoeksteam pas een ruime week later... Een, een jas met daaronder een wit emmertje. In dat emmertje, daar ligt een hamer. Dat is een soort uh, mokertje. En op dat mokertje, in dat emmertje... Treft de politie dus ook een bloedspoor aan en dat past in het DNA-profiel van Lau. Dus dat is waarschijnlijk toch wel het moordwapen. Ze treffen ook nog een andere hamer aan in die schuur, een voorhamer. Nou, daar zitten volgens mij niet echt bloedsporen op. Um, dan hebben ze nog een voorraadkamer. Daar staat een koffer met kleding en allemaal andere spullen. Die zijn allemaal afkomstig van Lau. In die koffer zit ook een bebloed hemd. Ik geloof ook niet dat dat onderzocht is. En dan heb je de schoenen van Lau, die staan in een andere slaapkamer. Gaan ze door naar de keuken. Daar hebben ze de vuilniszakken natuurlijk meegenomen. Hebben ze helemaal onderzocht. En daarin worden meerdere, vier lege doordrukstrips van het medicijn Thema's gevonden. En er wordt ook nog een kattenvoerblikje uit die prullenbak uh, gevist. Daar zitten allemaal lege medicijncapsules in. Dus blijkbaar zijn die capsules zijn opengesneden. En is het spul er dus uitgehaald. Ze hebben Marjan daarna gevraagd. En die zei van: Ja, ik, ik doe dat wel vaker. Dat stop ik dan in mijn thee. En dan lost het makkelijker op. Dus dan werkt het sneller. Nou, ze hebben ook nog in de tv-kamer medicijnen aangetroffen. En die stond trouwens op naam van de al een half jaar verdwenen Herman Sonnemans. Dus uh, heel veel bewijzen. Er is ook nog een bloedveeg van Lau gevonden op de sok van Marian. Dus er is bloed op haar kleding. Niet op een andere kleding, daar is geen DNA van Lau gevonden. Ook niet op die van Marja. Maar het is echt niet zeker dat Marjan bij de aanhouding op de 24e nog diezelfde kleding draagt als die dag ervoor. Marjan zegt wel van wel, maar dat is niet te bewijzen. Maar genoeg bewijs tegen Marjan voor die moord op Lauw. Ja, als je dit allemaal bij elkaar optelt. En ik ben nog een heel bijzonder ding tegengekomen. En dan hebben we het over een. Ja, Marjan die pleegde eigenlijk een soort van bankfraude. En ik heb even moeten bestuderen hoe dat dan precies zit. Maar tijdens het onderzoek hè, op deze moord. Komt er een medewerker van de Rabobank Friesland aangifte doen vanwege vermoedelijke bankfraude? Er is namelijk een cliënt van de bank die heeft gemeld dat er een bedrag van 15.000 gulden in delen is overgeboekt naar vijf rekeningen van onbekende personen. Maar ook een van die personen is de vermoorde Lau de Jong. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat de politie vermoedt dat Marjan daar wat mee te maken heeft. En wat blijkt, Marjan was inderdaad op zoek naar de pincode van Lau. En ze had gevraagd aan de vriendin van Lau... of die misschien die pincode wist. Dat is sowieso een beetje raar. Maar hoe werkt dat dan, zo'n bankfraude? Want ik raakte toch een beetje geïnteresseerd. Er schijnen optisch leesbare overschrijvingsformulieren te bestaan. En uh, waarschijnlijk had Marjan van de benadeelde man... een bankafschrift uit zijn brievenbus geplukt... want deze man woonde niet ver van Marjan vandaan... En met zo'n optisch leesbaar overschrijversformulier. Dat is eigenlijk bedoeld voor medewerkers van de bank. Dus dat is eigenlijk voor intern gebruik. Maar blijkbaar had ze dat. En ze zijn later ook nog gevonden. Deze Blanco-Olo's. Ja, die heeft Marjan gebruikt. om dus een bedrag over te schrijven. Alleen. Hoe kan je dan zorgen dat dat bedrag bij jou terechtkomt? Dan moet je dus van die vijf mensen. Uh, uh, Pinpatiënten. Pinpatiënten en code. Nou ja, dat was in ieder geval bij Lau was ze aardig uh, op weg. Ze had ook nog aan een bankmedewerker gevraagd of er camera's hingen bij het lokale geldautomaat. Maar ja, wat het mij meer zegt is dat deze Marjan toch ook wel er uh, rare praktijken op nahoudt. Dus nog even afgezien van wat haar rol geweest is. In deze uh, moordzaken ja, doet zij toch dingen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Nee, dus het OM is eigenlijk wel van mening dat, uh, dat ze met Marjan de goede dader te pakken hebben. Maar wat zou dan het motief zijn hè, voor die moord op Blauw? Nou, Marian die exporteerde samen met Ernst en Jaap dus die bietplantage die op 17 december werd opgerold. Marian die ontkent dus, die heeft er niets mee te maken. Um, maar ze zou wel een contract van de huurder laten zien. Dat contract was er niet, dus er werd een vals contract opgesteld, waarbij dus Lau als katvanger moest dienen. Daarvoor had Marjan dus zijn handtekening nodig. En, ja, als dat de reden is om iemand te vermoorden, Eddy, het lijkt mij heel onslachtig. Het laten verdwijnen van een lichaam lijkt mij een grote probleem. Dan voor een wieplantage opgepakt te worden. Ja, ik denk dan ook eerlijk gezegd dat het niet allemaal zo met voorbedachte raden is gebeurd. Maar uh, dan loop ik misschien een beetje vooruit op de zaken. Maar het is uiteindelijk een opeenstapeling van een aantal uh, dingen. Dus volgens OM heeft Lau dus op dinsdag 23 december 1997... in het pension van Marjan, dus Pan uh, ingenomen of toegediend gekregen. Hij was in ieder geval helemaal suffig. Hij was al heel ver heen, dat vertelt Marja ook als ze later in het pension komt. Hij was aan het wankelen. Hij was ook bezig met het invullen van een formulier waarbij Marjan hem hielp. Ze had namelijk zijn handtekening nodig... En rond 6 uur s'avonds heeft Marian Lauw met een aantal klappen op zijn hoofd doodgeslagen. op het moment dat Marja in de keuken aan het koken was. Dat zegt het OM, of tenminste dat denken ze. Wat mij best apart lijkt, want Marian heeft dus Lauw vermoord. toen Marja haar riep om te gaan eten. Ja, dan neem je een heel groot risico, toch? Want als jij iemand een klap geeft, gaat diegene schreeuwen. Marja is er vlakbij. Er blijven toch veel vragen over. Nou, ja, dit scenario is toch eigenlijk te gek voor woorden. Of? Ja, geloof ik ook niet. Tot zover de moord op Lau. We hebben natuurlijk ook nog de moord op Herman. Hij was dus voor het laatst op 23 juni 1997 bij Pension gezien. En uh, hij werd uiteindelijk teruggevonden in een graf bij de minicamping. op het terrein van uh, Pension. vlakbij zijn eigen caravan. En het is wel bizar, maar hij heeft eigenlijk geholpen aan het graven van zijn eigen graf. Heeft hij niet alleen gedaan. Daar was ook Ene Pieke bij betrokken. Nieuwe, een nieuwe naam. Een nieuwe naam. En daar gaan we natuurlijk ook straks even iets meer over vertellen. Deze Pieke en Herman hadden dat gedaan op verzoek van Marjan. Want het gat moest dienen als een beerput... voor de caravans die daar op de minicamping stonden. Wat voor groot gat moet je dan graven, Eddie? Nee. Dat was in ieder geval de verklaring. En ook... Ernst, de tipgever, beweert dat hij gezien heeft dat deze twee mannen een gat aan het graven waren. Dus ook deze Ernst verscheen op dat moment weer ten tonele. Dan hebben we een nieuwe naam, Pieke. Hij gaat veel om met Herman. Herman die logeert een tijdje bij Pieke en zijn vriendin. Dat is overigens dezelfde vrouw die een half jaar later een relatie krijgt met Lau. En het is ook nog zo, en dat is best wel heftig... Herman wordt betrapt met zijn hand in de luier van het dochtertje van Piekes' vriendin. En daar doet Pieke zelfs aangifte van. Dus de relatie tussen Pieke en deze herman is natuurlijk totaal verstoord. Wat zou er dan die avond gebeurd kunnen zijn? De avond dat Herman verdween, die avond van 23 juni. Herman die was in het pensioen met Marianne met haar administrateur. En waarschijnlijk ook Pieken, dat is nog een beetje onduidelijk. Marian had soep gemaakt. en na het eten was Herman heel suffig. Alsof hij bezopen was. Nou, Herman die houdt wel van een drankje. die had ook wat biertjes uh, genuttigd. maar hij lijkt nu wel echt heel ver heen. Alsof een beetje alsof hij gedrogeerd zou kunnen zijn. Nou, Marian die wil hem uit haar huis hebben. en samen met de aanwezige mannen, dus Pieken en de administrateur. zet zij die 100 kilo wegende Herman op de bijrijdenstoel van de auto. Kan hij daar vlekken nuchteren? En ze laten hem daar dus drie kwartier zitten. Daarna is Marjan of Pieke, een van die twee met de auto met Herman er nog in... naar zijn kerven gereden. Uh, die waren dus allebei dus bij zijn kerven. Volgens Pieke hebben Marjan en hij daar Herman op zijn bed gelegd. Daarna zijn ze weer weggegaan. Maar als hij later weer wordt verhoord, dan verandert hij zijn verhaal een paar keer. En uiteindelijk, na heel veel verschillende verklaringen... vertelt hij dat hij heeft gezien dat Marjan... met een hamer de hersens van Herman heeft ingeslagen... En dat hij, dus Pieke, alleen heeft geholpen het lichaam in het gat te laten verdwijnen. Dus Herman die zat onder het bloed, die was gewikkeld in een deken. Maar ja, deze Pieke die heeft zijn verklaring inmiddels zo vaak gewijzigd... Hè, dat het niet heel duidelijk is wat nou wel waar is en wat niet. Hij komt in ieder geval niet heel betrouwbaar over. Het opmerkelijk is wel dat als Marjan inderdaad zo in de weer is gegaan met die voorhamer... dat hoofd van Herman dan veel zwaarder beschadigd zou moeten zijn. Want we hadden al verteld over die doodsoorzaken van Herman, dus die was niet helemaal duidelijk... Maar uh, Pieke die ontkent in ieder geval zelfstellig dat hij Herman heeft vermoord. Dan komen we bij het moordwapen. En uh, we hadden al eerder gezegd... de recherche had in de schuur een grote voorhamer gevonden... waar geen bloedsporen op zaten. En deze zijn ook niet onderzocht, ook niet later op DNA. Dus weer zo'n gemiste kans. En de dekens, het, uh, Herman was verpakt in twee dekens in zijn graf... ook deze zijn niet onderzocht op bloedsporen. Tja, en Marjan verklaart ook iets over die avond van 23 juni. Zij zegt, ik heb s'avonds in Anjem soep gegeten met z'n vieren. De administrateur, Pieke, Herman en zijzelf. En Herman zat een beetje te knikkenbollen. Ze hebben hem in de auto gezet. Hij kon zelf niet meer lopen. Nadat hij ongeveer een half uur in de auto heeft gezeten... heeft ze samen met Pieke Herman naar de caravan gebracht. En ging zelf weer terug naar het pensioen. En Pieke... Zou Herman verder instoppen? Nou, dat heeft hij dan wellicht iets te letterlijk gedaan. Ja, ja de volgende dag was Herman volgens Marjan naar Spanje vertrokken. Ja, dat is waar zijn moeder woont. En daarna heeft nooit meer iemand hem gezien. Dit is Marjans versie. Ook Ernst was toevallig in juni ter plekke. En hij legt wisselende verklaringen af. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat hij heeft gezien dat Pieke en Herman een gat aan het graven waren. En dat het gat uiteindelijk bedoeld was om Herman erin te laten rollen. Dat zou Marjan ook nog tegen hem gezegd hebben. Ja, dus Marjan zou in dit geval dus ook Herman vermoord hebben. Nou, er zou dan ook een motief voor moeten zijn. Dus wat is het motief om Herman vermoord te hebben? Nou, volgens de politie had Marjan zeker twee motieven. Uh, het ene was het opstrijken van Hermans uitkering, want hij was natuurlijk zogenaamd naar Spanje vertrokken. Waardoor Marjan dus van juli tot en met december 97 gewoon zijn, destijds nog gak, hè, uitkering op haar rekening kon laten storten. En het andere motief zou kunnen zijn dat Herman, net als Laudes later, uh, katvanger moest worden voor die henneplantage op die zolder van een schuur. Ja, en ook Pieke had een duidelijk motief om Herman uit de weg te ruimen. Ten eerste, zoals gezegd, hij had zich een keer vergrepen, Herman, aan het tweejarige dochtertje van Pieke's vriendin. En een ander motief geweest zou kunnen zijn dat Herman te loslippig werd. Hij had een drankje op en had over de wietplantage gesproken in Marjans schuur. Maar ja, als je deze argumenten hoort, dat zou natuurlijk ook een motief voor Ernst zelf geweest kunnen zijn. Want dat was tenslotte een van de wietplantage-eigenaren. Dus ja, dus ook hier blijven je met deze moord op Herman Sondermans blijf je met allemaal vragen zitten. Hè? Dus ten eerste, hoe is hij vermoord? Dat is, die doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Of die hamer inderdaad het moordwapen is, dat is niet gewoon goed onderzocht. Ernst en Pieken kunnen dat wel zeggen, maar die komen met totaal onbetrouwbare verklaringen. Ja, en waarom is Ernst bijvoorbeeld niet eerder naar de politie gestapt? Hè? Dat doet hij pas een half jaar later. Dus uh, bij de moord op Lauw, dan gaat hij naar de politie, terwijl hij al een half jaar weet op die moord van Herman. En helemaal, waarom zou Marian in godsnaam hebben verteld aan Ernst dat ze Herman met een hamer heeft doodgeslagen? Er blijven zo nog een hoop vragen. En Marjan gaan ze ook onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. En je bent toch benieuwd van wat voor persoon er nou achter deze bijzondere pensioenhoudster schuil gaat. Nou, bij Marjan was sprake van een psychotische stoornis die zich uitte in het onvermogen tot het stellen van grenzen in het onvermogen tot het houden van overzicht en orde in het dagelijks bestaan. En tenslotte in de alsmaar hardnekkiger incorrigeerbare opvatting... dat er sprake is van kwade bejegening door autoriteiten. Nou, Dat uh, citeer ik eventjes uit het onderzoeksrapport van het Pieter Baan Centrum. Ja, en met mannen kun je zeggen, had ze een haat-liefde verhouding. Mannen die ze wil, verdraagt ze niet. Mannen die ze verdraagt, wil ze niet. De psychose heeft haar geweten misschien aangetast... Concluderend zegt men: Er is sprake van een sterk verminderd toerekeningsvatbaarheid bij Marjan. En de kans op recidive is aanwezig. En het advies van het Pieterbaan Centrum is dan ook om haar TBS met dwangverpleging op te leggen. Ja, ze komen dan dus bij de rechtszaak in juni 98, waar de eis van het OM 15 jaar cel met TBS is. Dus uh, goed fors. Nou, het is vrijwel zeker uh, dat die moord op Lauw en eigenlijk ook de moord op Herman met die opgerolde wietplantage te maken heeft. Maar het gekke is dat die rechtbank in het proces die moorden en die wietplantage en eigenlijk ook nog de financiële fraude erbij, uh, dat ze die uit elkaar trekken. Dus ze maken er gewoon twee verschillende zaken van. Ja, ze zou, het zou nodeloos ingewikkeld worden daardoor. Ja, ze. maar ik bedoel, het is er klaar als een kloentje, lijkt mij, dat deze twee zaken met elkaar te maken hebben. Absoluut. Nou volgens de OM heeft Marjan Lau vermoord toen Marja haar dus riep om te gaan eten. Ik zei het net al, dat is best apart hè, want dan neem je dus eigenlijk een heel groot risico. En Marjan zelf die zegt dan ook, ja, het, het klinkt allemaal heel sinister, maar ik heb er niets mee te maken. Nou de advocaten voor Marjan, de Anker, dat zijn niet de minste natuurlijk, die pleiten dan ook voor vrijspraak. Zij vinden dat het bewijs eigenlijk uh, grotendeels gebaseerd is op gissingen. Ze zeggen ook die getuigenverklaringen van Pieke, van Ernst, die zijn allemaal onbetrouwbaar. Ze pakken Pieke ook even goed aan en ze zeggen ook: Marianne heeft helemaal geen motief voor de moord op Herman. Pieke had daarentegen wel een motief. Ze pleiten dan ook voor, als het niet de vrijspraak wordt, voor een korte zelfstraf en snelle dwangverpleging. Welke bewijsmiddelen brengt het OM dan naar voren? Nou, ten eerste, Lau is door geweld om het leven gekomen en er zijn natuurlijk bloedsporen van hem in de gang gevonden en op de kastdeuren. Ook nog natuurlijk het bloed van Lau op de sok van Marjan... En het moordwapen, dat kleine ja, mokertje in de schuur... Dat met dat bloed, dat past helemaal in het DNA-profiel van Lau. En daarbij nog het aantreffen van de Themasepam-strips... in de vuilniszakken. En heel veel sporen van pan in het bloed van Lau. Dus dat zou hij dan toch toegediend hebben gekregen. Het bijzondere was dan wel dat dat eigenlijk de pan was... op naam van uh, Herman Sondermans. Dan hebben we verder natuurlijk nog de verklaring van Ernst... van wat hij gezien heeft op die avond van 23 december. En de verklaring van Marja, de pensioengast... over de toestand van Lau op die avond. En niet te vergeten de verklaring van Pieke... dat Marjan Herman vermoord zou hebben. Dat is min of meer zo gezegd. Ja, als je al die bewijsmiddelen op een rij zet... dan lijkt het natuurlijk heel veel. Maar het enige bewijsmiddel wat... Nou Echt een rechtstreeks verband tussen Marian als dader en Lau als slachtoffer uh, gebied is die sok. Maar ja, die sok met het bloed erop, ja, dat kan natuurlijk op heel veel manieren gebeurd zijn. Ja. Maar voor het OM is het klip en klaar: Marian heeft Lau vermoord met mokerslaag op zijn hoofd. En omdat zij hem bewust had gedrogeerd, is sprake van voorbedachte raden. En dat hebben ze natuurlijk gehaald uit die grote hoeveelheid van dat versuffende middel in zijn bloed. Nou, de conclusie is dat die, die rechter eigenlijk de verklaringen van Ernst en die van Pieke voor waar aanneemt. En die van Marjan dus als leugenachtig beschouwt. Eh, terwijl eigenlijk die verklaring van zowel Piek als Ernst eh, barst van de tegenstrijdigheden. In ieder geval veroordelen de rechters in Leeuwarden Marjan op 2 juli 1998 tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging... Ja, dat was, bij die rechtszaak was ook nog een rechtspsycholoog aanwezig, Hans Krombach, die ook later met gereden twijfel aan de gang zou gaan. Die was bij die zittingen aanwezig en die zegt ook: ja, er zijn heel veel zaken zijn onverklaard gebleven of zijn tegenstrijdig. Het ontbreekt Marian eigenlijk aan een motief. Ik ben er bijna zeker van dat die moorden niet begaan zijn op de wijze waarvan gezegd wordt dat ze zijn begaan. En dat Marjan ze niet alleen heeft gepleegd. Ik dank de hemel bij mijn blote knieën dat ik de rechter niet ben. Maar er komt een herkansing, want deze zaak gaat in hoger beroep. De ijs bij het Gerechtshof is 12 jaar de ijs van het OM. Een belangrijk detail: een nieuwe advocaat voor Marian. In plaats van de ankers is nu Britta Beuler in de arm genomen en dat is ook niet de minste geringste op haar vakgebied. En zij stelt de volgende dingen aan de kaak. Zij zegt, ja, de verwondingen aan het hoofd van Herman zijn relatief licht... en kunnen onmogelijk veroorzaakt zijn door een voorhamer. Dat ding schijnt wel 15 kilo te wegen. Daarnaast, het DNA-onderzoek naar sommige sporen is achterwege gebleven. Dat hadden wij ook al gemeld. Onder andere de bebloede peuk en ook de, hamer, de voorhamer zelf en de kleding. En volgens Beuler rammelt de verklaring van Ernst aan alle kanten. En zij zegt zelfs dat daar mogelijk daderwetenschap in schuil gaat. Ja, en hebben we net ook al gezegd wat zou het motief kunnen zijn van Mayan? Ze zegt eigenlijk hiermee dat de ankers, de gebroeders, hun werk niet zo goed hebben gedaan. In november 1998 maakt het hof bekend dat Mayan veroordeeld wordt tot zes jaar met TBS en dwangverpleging. Dat is toch een stuk minder dan de eis. Zowel de rechtbank als het hof zien in de laatste verklaring van Pieke een doorslaggevend bewijsmiddel dat Mayan Herman vermoord heeft. Ze is dus eigenlijk grotendeels op die verklaring veroordeeld. Uh, en we hadden toch ook al gezegd dat deze pieke uh, wellicht niet helemaal te vertrouwen was. Uh, hij krijgt trouwens zelf ook uh, celstraf. Want ja, hij was natuurlijk wel medeplichtig aan de moord op Herman. En hij krijgt daarvoor een celstraf van twee jaar opgelegd. Volgens mij in hoge beroep. Dat is best wel raar, want uh, Ernst die wordt veroordeeld tot maar zes maanden voorwaardelijke... Met een proeftijd dan wel van twee jaar. Maar heel raar dat de wordt veroordeeld uh, voor twee jaar. En Ernst die gaat eigenlijk zo goed als vrij uit. Uh, en hoe is dat te verklaren? De een wil de cel in en de ander niet voor hetzelfde vergrijp. Nou, zo zitten er natuurlijk nog wat meer onverklaarbare elementen in de veroordeling. Hmm, ja, nou, Marjan die verdwijnt dus achter de tralies. Uh, inmiddels, haar huis, haar pensioen staat natuurlijk leeg. Uh, Marjan die kan eigenlijk vanuit die cel de hypotheek ook niet meer betalen. Dus de Rabobank wil haar pensioen veilen. Nou, Marianne die weigert nog even haar sleutel af te geven. Die wil helemaal niet dat uh, haar pension geveild wordt. Niemand kon het van binnen ook bezichtigen. Maar uiteindelijk is inderdaad een, een, een man ergens, volgens mij, uit het westen van het land. Ja, die, uit Soest, een uh, een of andere vastgoedbaas ja. die het koopt. en het ja. ook vrij snel doorverkoopt aan een Rotterdams gezin. Ja, die krijgen natuurlijk nog wel een beetje te maken met wat moordtoerisme. want het blijft een attractie. Ik geloof dat ze daar op een gegeven moment wel een beetje paal en perk uh, aan uh, stellen. Ja. Nou, nadat ze haar gevangenisgestraf heeft uitgezeten vier jaar, is in de cel gezeten gaat Marian in 2002 naar een TBS-kliniek. En daar mag natuurlijk haar TBS-periode iedere twee jaar verlengd worden. als er sprake is van een stoornis. En als de veiligheid natuurlijk in het geding is. Maar dat wordt elke keer wordt het verlengd. Ja, er zit natuurlijk iets heel moeilijks in. Zolang zij niet bekend ja, kan haar behandeling eigenlijk niet beginnen. En zolang ze niet behandeld is, kan je natuurlijk niet de TBS-kliniek verlaten. Want je moet in principe, tussen aanhalingstekens, genezen zijn. Ja, ze noemen dan ook dat ze, dat ze leidt aan onschuldbaan. Hè? Omdat ze dus inderdaad volhoudt die moorden niet gepleegd te hebben. Maar dat is natuurlijk geen stoornis. Je moet ook een stoornis hebben. En dat hebben ze eigenlijk niet meer gevonden bij haar. Dus er is dan ook een, een forensisch hoogleraar, uh, forensische psychologie, Corine de Ruiter. Die laat geen spaan heel van het hele Pieter Baan Centrum uh, rapport dat destijds gemaakt is over Marjan, die schrijft dan ook... Eh, ze is nu al tien jaar gedetineerd, dus zitten inmiddels in 2007. Ja, en het rare is, er is eigenlijk helemaal geen stoornis bij haar gevonden. De meeste van hun constateren geen psychotische stoornis. Nu niet, in het verleden niet. Dus de deskundigen van het Pieter Baan Centrum... die haar in het verleden hebben onderzocht... Die, die waren steeds uitgegaan van een schuldig scenario. Hadden vervolgens beredeneerd dat Marjan er wel psychotisch moet zijn geweest... Maar ondertussen wordt haar TBS-maatregel steeds met twee jaar verlengd. Ondertussen is het project Gereden Twijfel ook bezig. Ik noemde het al eventjes helemaal in het begin. Dat zijn de studenten die zich onder leiding van een aantal professoren op zaken richten, zoals deze, waar twijfel bestaat. Ze zijn er eigenlijk twee jaar mee bezig, 2004, 2006, en komen in augustus 2006 met een rapport over deze zaak. Je kunt het ook gewoon online vinden en uh, lezen. Dikke 130 pagina's hebben we ons ook doorheen geworsteld, maar wel interessant. Ze noemen het de anatomie van dubieuze veroordeling. En een aantal elementen die wij natuurlijk besproken hebben, komen daar ook in voor. Wat je natuurlijk kunt afvragen in algehele zin is natuurlijk: is er voldoende? onderzoek gedaan. We hebben natuurlijk al... een aantal dingen genoemd waarvan je zegt... Ja, waarom geen uh, DNA-onderzoek... daar en waarom geen spooronderzoek daar. Maar je kunt natuurlijk ook nog wat breder... denken van ja, wat is... de logica dat een Marian tegen iemand zou zeggen... en eigenlijk tegen Pieke en tegen Ernst... dat ze iemand vermoord zou hebben. Waarom zou je daar een wildvreemd... iemand in betrekken als je het dan... echt alleen gedaan zou hebben? Ja, dat is natuurlijk ook een vraag die je je kan stellen... En het is ook weer dezelfde professor Hans Krombach die meewerkt aan dit rapport en daar leiding aan geeft. Hij zegt ook: er zijn zoveel niet gestelde vragen in dit dossier. Nou, wat ik wel mooi vond van het boekje: ook de gereden twijfel. Een conclusie eigenlijk, volgens mij, is wel dat Marian onterecht veroordeeld is. maar dat het niet betekent dat ze onschuldig is. Dus ze kan een rol hebben gespeeld, maar die moet dus eigenlijk nader worden onderzocht. Ja, het is het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs in deze zaak. Ja, nou, sinds 2010 leeft Marjan buiten de TBS-kliniek. Uh, in 2012 wordt het ook definitief opgeheven. Ze heeft ondertussen nog een uh, relatie gekregen met een, een, een Brit, Nicholas Perkins. Nou, meer dan een relatie, ze is met hem getrouwd. En weer gescheiden. Ook dat. Ja, uh, na een vrijlating is ze verhuisd naar Utrecht. Uh, ze was heel voorzichtig hè, met contactgegevens. Ze uh, had haar naam zelfs veranderd. Ja, en, en ze had volgens mij nog het indruk van de moordenaar kan nog vrij rondlopen, maar ja, je weet ook niet of dit nou gespeeld is. Uh, ze gleed in ieder geval nog verder af, want ja, haar woning verandert ondertussen in een zwijnenstal. Hè. Ze wordt een soort horder. Ja, ik begreep dat ze niet meer in de slaapkamer kon slapen, maar dat het alleen nog maar lukte in de bank op de woonkamer, omdat alles hoog opgestapeld was. Dus het... Ja, met allemaal dieren hè, die er tussendoor leven. Ja. Slaapkamers vol een ontembare verzamelwoede. En toen Bransma bezig was met haar boek... wilde ze natuurlijk ook heel graag Marjan interviewen. En waar kwam zij achter? De advocaat, en dat is dan Paul Acta... die was bezig met een herzieningsverzoek in deze zaak. En Paul Acta was als student ook betrokken... bij het boekje Gereden Twijfel over deze zaak. Dat boekje dat begonnen ze mee in 2004 met een onderzoek... en nu zitten we natuurlijk bijna twintig jaar verder. Maar... Deze Paul Acta had contact met Marjan en is erachter gekomen dat zij gestorven is. En dan hebben we het over januari 2020. Ze is blijkbaar gevonden in de gang van haar flat. Ze woonde in Utrecht Overvecht. Naar het zich laat aanzien, een natuurlijke dood. Ja, heel droevig natuurlijk. Want dat maakt zo'n herzieningszaak. Het kan nog steeds. Want ook Paul Acta als advocaat kan dat doorzetten. Maar ja, in het belang van Marian is het niet meer. Nou, en is een natuurlijke dood gestorven? Dat is ook, ook nog een vraagteken. Dat is ook nog een vraagteken, ja. Ja, dat, dat is Margriet Brandsma, volgens mij dan ook aan het uh, uitzoeken. Die heeft interviews gehouden met, uh, met vrienden van uh, Marian. In die vriendenkring, overigens, iedereen volgens mij bijna wel over eens dat zij niet die moord gepleegd heeft. Zij heeft ook daarnaast interviews gehad met onder andere Ernst en Jaap, die beiden nog leven. En zij kwam daardoor achter de volgende bijzondere ontdekking. Nou, deze twee mannen, Ernst en Jaap, die zijn die avond van 24 december... spontaan naar het politiebureau in Dokkum gestapt hè, om aangifte te doen. Klinkt eigenlijk al onwaarschijnlijk, want het is kerstavond. In Dokkum zit daar normaal gesproken waarschijnlijk één agent. Maar in dit geval zat er al een heel team klaar. Die agenten die wisten namelijk dat die twee mannen zouden komen. Die zaten daar klaar om die mannen, Ernst en Jaap, te verhoren... Want ze waren al ingelicht via een informant van de criminele inlichtingendienst. Sterker nog, de criminele Jaap, die was informant. En die middag, nadat Ernst bij hem langs was geweest, heeft Jaap afgesproken met een runner. Nou, een runner, dat is een, een, een politieagent hè, waar informanten uit het criminele circuit contact mee hebben om tips door te geven. Jaap en deze runner die spreken af op een achterafweggetje, ergens tussen Harde Gerijp en Veenwalde. En Jaap die vertelt hem over die twee moorden in Anjum. Nou, die runner die zegt op de achterbank van de auto dat hij niets kan doen als er geen aangifte is gedaan. Dus die avond heeft Jaap met Ernst bij dat politiebureau een dus aangifte gedaan. Dezelfde man, hè, waarvan dus een week eerder op 17 december dus die wieplantages opgerold En hij kwam dus met zijn criminele partner Ernst vertellen wat er bij het pension in Anjem was gebeurd. Maar, Eddie, wel onder een aantal voorwaarden. Onder andere dat hij en Ernst met kerst niet op het bureau hoeven te verschijnen. En daarnaast wilde Jaap ook wel graag het tipgeld van 20.000 gulden opstrijken. Dus het was helemaal geen spontaan aangifte. Dat beweerde het OM altijd. Het was ook geen aangifte uit gevetensvoeging, zoals men dacht. Maar het was een aangifte onder voorwaarden. He, door Jaap als informant, omdat ze wisten dat ze niet vervolgd zouden worden voor die moorden. En daarbij nog een seant detail. Ja. Jaap die had een escortbureau. Met als klant een officier van justitie. Hij had nog wat meer wisselgeld. Hij, uiteindelijk was deze officier van justitie, uh, althans niet degene die deze zaak deed, maar was natuurlijk gewoon chantabel. Ja. En uh, er wordt ook gezegd: kijk, een rechter kan je niet omkopen, maar een officier van justitie, de aanklager, ja, daar kan je natuurlijk nog wel een afspraak mee maken. Nou, helemaal, als die bezoeker is van jouw escortbureau. Ja. Maar voor de goede orde, het was niet dezelfde officier van justitie als die deze zaak deed. Maar laten we eerlijk zeggen, noord oost friesland ze zullen elkaar allemaal kennen. Zo groot zal het daar niet zijn. En er werd dus gewoon een deal gesloten met het OM, hè? zonder dat de rechter of het hof hier vanaf wist. Dus in ieder geval, daar gaan we vanuit. Dus je kan zeggen, dit was een onrechtmatig proces voor Marjan. Ja, en Paul Akta is dat natuurlijk nu ook ter oren gekomen. Blijkbaar was het toch wel nieuw voor hem, dit element. Uh, en hij denkt er dan ook over na of hij toch dat herzieningsverzoek zelf kan doorzetten, eventueel gesteund door nabestaanden. Dan is het natuurlijk wel even de vraag: is dit echt een novum? Is dit echt een nieuw feit? Ah, je kan op zijn minst zeggen dat als dit bekend was geweest, dat er toch op een andere manier tegen deze zaak was aangekeken, denk ik. Ja. En misschien kunnen ze dan nog alsnog, als bewijsmateriaal uh, bewaard is gebleven, misschien kunnen ze dan nog met die verbeterde DNA-technieken die voorhamer nog eens onderzoeken. Maar ja. goed, of Marjan schuldig is, of ze de dader was of niet, was er zeker bij betrokken, denk ik. Maar er zijn zoveel vragen nog over. Waar wil jij beginnen? Ik kan me niet anders voorstellen dan dat Marjan medeplichtig is en zelfs medeplegen... dat is natuurlijk een wat zwaardere vorm... dan is het echt in nauw overleg gebeurd. Uh, dit heeft gedaan. Maar ja, nauw overleg met wie? Er waren toch steeds wel een beetje... dezelfde personen aanwezig. Ernst was in beide gevallen ter plekke. En zelfs Pieke was in de buurt. In ieder geval. Uh, en die hele setting daar van die mensen... ja, ik denk gewoon niet... dat ze het überhaupt... alleen had kunnen doen. En... Het was ook niet logisch geweest dat ze dan de stappen uh, zou nemen die ze heeft genomen, namelijk door het te gaan vertellen. Ik denk dat ze gewoon als persoon niet sterk genoeg was om weerstand te bieden tegen de in mijn ogen professionele criminele Ernst en Jaap. Ik denk dat ze er sterk financieel afhankelijk van was. Het was natuurlijk in haar schuur, dus ze kreeg er ongetwijfeld een flinke vergoeding voor. En het ging om grote bedragen. Ik denk niet dat het uh, pensioen een hele lucratieve business was. Uh, je kunt je sowieso afvragen of je een pensioen in zo'n uithoek van Nederland, waar het misschien in het verleden nog wel wat uh, klandisie had vanwege de NAM, maar volgens mij was het in de laatste jaren, stelden het al niet veel meer voor. Ja, zij had gewoon die bijverdiensten nodig. En toen het allemaal misliep. En ja, mislopen is denk ik niet het van tevoren plannen om deze heren op nee. dat moment uit de weg te ruimen. Maar ze waren natuurlijk wel de personen die er min of meer voor gezorgd hebben dat zowel de wietplantage die er eerst was dat hebben we misschien nog niet eens vermeld maar in juni 1997 was er eerst een andere wietplantage die toen is. Uh, ja, maar Jan zegt altijd opgerold. Maar waarschijnlijk heeft ze die mensen gewoon uh, weggestuurd. En toen kwamen de professionals, Ernst en Jaap, uh, tevoorschijn. En dat ging een week voordat het allemaal uitkwam in december natuurlijk. Uh, werd, werd ook die wietpartage opgerold. Ja, dat waren toch wel grote belangen. Dus ik denk dat daar is zij gewoon de mist in gegaan met haar kompanen. Ja, ze is absoluut niet onschuldig. Hè? Dus dat, dat geloof ik ook niet. Ik bedoel, dus de bloedveeg op haar uh, sok, uh, die thema's op is waarschijnlijk toch echt wel van haar afkomstig. En uh, Waarom ging ze die avond op 23 december bij Ernst langs met een heel raar verhaal over een gans hok? Ze belt iemand die een gat moet komen graven de volgende dag. Uh, ze is inderdaad eigenaar van die wieplantage. Ze pleegt al fraude van, met bankrekening van andere mensen. Genoeg dingen die tegen haar spreken. Maar dan nog, uh, het, het is niet allemaal heel logisch, vind ik. Het, is gewoon, het scenario is gewoon niet logisch. En, en het blijft gewoon met heel veel vragen zitten. Ja, wij zijn dan ook wel benieuwd of er ooit nog een uh, herziening zal komen. Het zou best interessant zijn als een aantal dingen opnieuw onderzocht worden. Ja, alleen er zijn natuurlijk nog maar weinig mensen waar je wat aan kan vragen. Ja, Ernst zal denk ik niet uh, het achterste van zijn tong laten zien... is ook al vrij snel met zijn gezin verhuisd naar Duitsland... en heeft alleen schriftelijk kort gereageerd op de vragen van Margriet Bransma. Ja, Jaap heeft iets uitgebreider gereageerd... maar ik denk ook niet dat hij het uh, allemaal vertelt wat hij weet. En er zijn zelfs nog wat politiemensen in dat dorp uh, die geïnterviewd werden... en die woonden ook in dezelfde straat. Nou, die houden ook hun mond een beetje... Ja, je hoopt dat er eigenlijk nog mensen naar voren komen die er iets over gaan verklaren. Um, maar goed, eindconclusie van dit verhaal is, behalve die verklaringen van Pieke en Ernst, is er eigenlijk alleen maar indirect bewijs. Dus niemand die ons kan vertellen wat er nu exact is gebeurd op die 24 december en eerder halverwege het jaar 1997. We kunnen alleen stellen dat Marjan gewoon geen eerlijk proces heeft gehad. Het is in ieder geval een zaak die ons de afgelopen weken goed bezig heeft gehouden. Ja, ik moest nog even denken, maar ik las het ook in het boek. En, maar ik, ik kwam er zelf ook meteen achter. Het verhaal natuurlijk van de veelbesproken uh, Roald Dahl over het hospitaal, de landlady. Met heel veel overeenkomsten hè? natuurlijk. De, de, de vrouwelijke pensionhoudster die twee jonge mannen vermoord. Ah, dit, dit is natuurlijk een verhaal wat zo in een boek past. En dat heeft Margriet Brandsma denk ik heel goed gedaan. En zoals gezegd, je kunt het op Storytel luisteren zoals wij ook hebben gedaan. En daarnaast van deze zaak zijn wel veel interessante beelden gaan we met jullie delen natuurlijk. En die vind je zoals je van ons gewend bent op Instagram of Twitter Moordzaken Podcast. Luister jij graag naar Moordzaken en wil je Carrie en Eddy ondersteunen? Ga dan als je wat kan missen naar slash moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash moordzaken.